Te makkelijk gaat de bedacht. Ja, en wat bedoel je met te makkelijk? Bang dat er iets gebeurt? Ik ben bang dat ik iets vergeten ben. Het zou makkelijk gaan. In vergelijking met vorige jaren, een stuk rustiger? Ja. Er zijn dingen op tijd niet bij begonnen. Is dit de eerste keer dat jullie zo lang opbouwen? Of tenminste dat jullie maandag beginnen? Nee. Het is de derde keer dat we op maandag beginnen, maar we hebben het dit keer ook... De bedrijven en de logistiek die blijven niet slapen, dus we hebben veel meer controle op het festival zelf. En daar had het alles veel beter lang. 9 uur beginnen met de jagen. 9 uur gaat iedereen eraf. Niet zoals vorig jaar met auto's parkeren, andere dingen. Iedereen straks, zelforganisatie, iedereen, alles gaat eraf. Er wordt ook niet meer met auto's door het publiek heen gereden, andere dingen, alles gaat eraf. Iedereen is je tenten decoreren, dus mijn steeds kwijt. Dat is wel echt goed op schema. Dus morgen, ten opzichte van het verleden jaar. Morgen laatste loodjes en afchecken. Morgen 6 uur soundchecken, licht aan testen, laser afstellen. En dan moet het klaar zijn voor zaterdagmorgen. Verschillende tenten met allemaal verschillende DJ's. We zijn er internettent, een brainwash machine, eetspullen, luchtbedden, van alles is hier echt te zien. En er zijn hier 15.000 mensen gek aan het worden. Once again, we'd like you to make some noise for the DJ Fred, please, please, please. We are proud to introduce to you, for the first time on Dance Valley Festival, the sounds of the one, the only, Miss Monica in the place, 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 place. Greetings and welcome to each and every one of you lovely party people. Dance Valley has just begun.
marching it down on the main stage. Great, I've been out here for 5 days organising, getting things done, and now it's finally here. We've been working on it all year, for a whole year since the last one, so it's just great to have it started finally. And the weather is just unbelievable. We couldn't have asked for better. It's been a bad summer so far, but now we've got the best weather, so I think today it's going to be a classic party. Elle lange rij om te wachten om naar binnen te komen voor het spektakel. Woo woo! Hier is security, heel erg groot. Breed. En zijn er al veel problemen geweest van Rijnmaan? Hier gebeuren geen problemen. Nee, omdat jullie zo groot en breed zijn. Nee, maar het is gewoon leuk publiek. Ja. Dus het is allemaal, iedereen is gezellig, dus er wordt geen rottigheid. Oké, gelukkig. Heb je lang moeten wachten net in de rij hier om naar binnen te komen? Valt mee, 20 minuten zo'n beetje toen waren we binnen. Dus ja. het ging best wel goed, maar hij is er heel goed in om zo door die rij te gaan. Ja? Laat ging, deze nummer nemen. Het ging heel goed, dus, maar ze mogen nog wel iets meer herkopen doen, denk ik. Want dat, En voor welke DJ kom je? Heb je een speciale favoriet? Ik heb niet een speciale DJ waar ik voor kom, maar echt gewoon lekkere sfeer, leuke mensen gewoon. Ja, dus. Ja, dankjewel. We gaan weer verder. Succes, veel plezier, hè. My brother is in need, but can he depend on me? Do you think if one of you tried, maybe you could find a better friend than any other? If you gave more than you took, life would be so good. Come on and try, now's the time, 'cause you're verschillende soorten tenten. Je hebt tenten met leuke doeken. Hier is de Brainwash tent. Volgens mij zien ze helemaal niks. Zal ik eens doen? Wow. Wow. Vind jij dit relaxed? Nee, helemaal niet. Nee, ik ook niet. Beetje raar geluid, hè? Nee, volgens mij moet het geluid of harder, omdat je dat geluid daarover stemt. Of je moet, of ze moet gewoon niet op hebben. En wat vind je van die kleurtjes die je ziet? Mooi. Meer van een gewone zonnebril. Ja, maar volgens mij als je een paddenstoel of een pil op hebt, word je helemaal zot. Is het helemaal geweldig. Klopt dat? Yes, I do ready, I do ready. And I do ready, I do ready. Yes, I do ready for the good luck. We're gonna go, we're gonna go, we're gonna go, we're gonna go. So here we go. International language of music. Of dance.
have dance festivals in the United States. I don't think we have one. But what we have are like raves and stuff. And some of the raves are big, but they're not like outdoor raves where they play like techno or house music. So we don't have anything like this in America. Yeah. And what do you think of a festival like this? I think it's cool, you know? I mean, cause you get a lot of people exposed to the music, which is good. And some of the people who hear the music, they finally get to see the people who do the music and stuff like that. So it's good for that. Thank you.
scene, I guess, is doing pretty good here in Harlem. We didn't come here to bring house. We came to bring techno. We came to bring techno. Amsterdam. Let me see her. Sexy bril. Je ziet de wereld nog zonniger in dan dat hij al is. Ja, een beetje wel. Ja. We moeten even aan wennen, maar als je hem eenmaal op hebt, dan is het gewoon helemaal gek. Dus, One more from the Miss Jacks while we sort a technical out. People, yes! Respect to each and every one of you today. You've been marvelous. We're going to take you all the way through. Please remember there is an after party, Joe. One more from the Miss Jacks. Lekker! Vind je het leuk? Nee, je vindt het niet leuk. Nee. Nee, ik ga liever naar Hallo ofzo, of La Scala. Alibi. Of de Efteling. Of de Efteling. Nou, ik geloof voor geen meter. Nou, de Efteling met deze muziek. Ja. Maar heb jij het Dance Valley gevoel al gehad? Het? Het Dance Valley gevoel.
Nog niet helemaal, maar... Hij komt. Hij begint te klimmen, hoor. Ja. En langzaam gaat hij. Ja, straks om 9 uur zit hij. En zit hij op level? Ja, om 9 uur denk ik. Oké. Voor Karel. Oké, enjoy yourself. Oké. Wat is voor jou het Bensville-licht gevoel? Heerlijkheid. Heerlijkheid? Prachtigheid. Eindeloosheid. Gewoon geen tijd. Gewoon heerlijk. Wat is voor jou het Bensville-licht gevoel? Lekker. Lekker pissen in de bosjes? Nee, niet alleen. Ja? Ook lekker dansen. Lekker dansen. Uit je dak gaan. Uit je dak gaan. Ja. Samen met je leutertje. Bedara, kunnen we even een kleine reactie van je? Ja. Hoe vind je het, Dance Valley? Nou, ik ben hier net 5 minuten. Dus het Dance Valley gevoel is nog niet tot jou gekomen? Nee, maar we zijn hierheen komen fietsen en mijn Dance Valley gevoel was dat gewoon nergens één bord staat waar Dance Valley is. Dus we zijn heel Spaarnwoude rond geweest. Dus Spaarnwoude als recreatiegebied is heel top om doorheen te fietsen. Achter me staat de main stage. Op het moment is Spider Willem aan het draaien, ongelooflijk maar waar. Hij moest even wat opvullen en de man is waanzinnig vandaag, want hij gaat helemaal uit zijn dak. De mensen ervoor gaan uit hun dak. Kom even kijken. Ga mee! Willem! Spider Willem! Zet hem! To the sounds of Willem, Spider Willem. Dance Valley gevoel voor jou? Het Dance Valley gevoel voor mij is gewoon lekker feest, lekker uit je plaatje zo en gezellig en zo en leuke bekenden zien en zo. Ja, een beetje zwevig en lekker relaxen. Erg van het relaxen. Heel veel relaxen? Heel veel relaxen, ja. En waar vind je het tot nu toe het leukst? Ik weet dat je net binnenkomt. Ik kom echt net 10 minuten. Ik heb alleen een rondje gelopen. Nou, als ik je zo direct nog even tegenkom, dan check ik hem nog even. Ja, is... En dan kom ik nog even checken bij. Is goed. Krijg ik niks te drinken? Ja, nee, maar ik zweet mij eigenlijk de pleuris. Oh, lovebirds. How are you doing? Fine, man. Yeah. I caught you cuddling around. You having a nice time? Yeah, it's great. Good music, nice people. Everybody is drinking Spaar Blauw. Kijk een beetje eronder. Ah, de stijmer! Top tentje, zit vol gelijk met leuke mensen. Kijk eventjes. We'll be right back.
Okay. Neemt die op in de kring, ja. Ja, hij neemt op. Okay, jij was een hele grote verrassing net, hè? Ja, dat zag ik op de agenda, zeg maar. Ja. De mysterious Bumblebee, zeggen ze. Wist je zelf dat je Bumblebee zou heten, of niet? Ja, ik heb het verzonnen. Dus, ja. En wat is je echte naam? Mark Vos. En wat is je draainaam, DJ-naam? Bumblebee. Nee, nu in het echt. Sorry hoor. Nee, het mag eigenlijk niemand mag zien. Niet zeggen. Mag ik mag het niet zeggen hoor. Ik zeg helemaal niks. Zeggen. Ik zeg helemaal niks. Maar ja, een beetje harder dan wil ik vanavond. Vanmiddag deed. Ja, ik ben een beetje de war hier dan. Okay. En wat was het verschil met het publiek normaal? Veel enthousiaster. Ja, ja. Volgens mij als er gabbers hadden geweten dat jij zou komen, was één al gabber hier, hè? Dat wil je niet weten. Weet je hoeveel er staan nu? Nee. Oh. Maar en heb je nu net ook zachter gedraaid dan je normaal draait, of niet? Ja, natuurlijk. Logisch, toch? Veel rustiger. Ja, nee. Ik bedoel, ik begon heel rustig en ik eindig gewoon eigenlijk wel met een beetje hardcore eigenlijk. Ja, stiekem. Ja. Laatste plaat, hardcore. Softscore. Softscore. Heb je nog een andere favoriet? Ja, iedereen, ik ken bijna iedereen hier. Hoor. Iedereen zo. Wie is die Bumblebee dan? Ja, maar echt grappig inderdaad dat jij er opeens tussen zit. Wat doe jij hier? Ja. Weet je, gewoon van, ben je gewoon een feest of zo? Ja. Ook. Moet je werken? Ja. Huh? Ja. Hardcore? We hebben geen hardcore tent. Nee, toch? Nee. Ja, oké. Okay, ja. Maar hoe kom je op Bumblebee? Want dat is echt zo'n heel lief naampje. Ja. Dat vind ik echt zo heel lief mager. Ja. Je ziet dat die heel rustig draait. Oké, okay. Maar in ieder geval, dankjewel. Lief, hè? Oh. Oké, wil je nog wat zeggen? Ik vind jou ook heel lief. Ah, leuk. Laat mijn vriendin helemaal niet horen, godverdomme. En die is het toch lekker niet. Jee, dat is leuk. Alleen warm en bezweet. Het is namelijk erg warm. Ja, ik ben helemaal gek hier. Ja. Wow, die is breed. Ja, ik zeg maar niks. Wat bedoel jij hier? Wou ik zeg maar... Godverdomme. Nee, ja. Ja. Oké, dit was het. Heel veel plezier. Bye bye. Zwaai, zwaai. Bumblebee, a.k.a. Buzzy, a.k.a. Noem maar op, groeten. Je hebt hier ook een tatoeagewinkel, nep tatoeages. We fotograferen de aura's en dat werkt door de meting van de meridianen die in de handen eindigen. Die hebben een bepaalde frequentie en die wordt omgezet door de camera in kleur. En dan heb je dus een image van de aura. En Boukje Buiten die legt aan de hand van een kleurenanalyse uit wat de energieën voor jou kunnen betekenen. Dat is even snel verteld. Er is nog meer. Dit was mijn soort chill-out room. What do you think of this party? Because you came for it. Did you like it? Yes, of course. It's really great. Really, yeah. Hey, hier is echt een woonkamer. Een hele leuke woonkamer. Ja, gezellige mensen. Volgens mij een beetje warm. Hé, hey, er komt nu zo'n fruitstand. Met fruit. Onwijs lekker verse kokosnoten. Staan daar. Het hele weirde mens. Hallo. Hoi. Sta je hier bij het fruit te relaxen? Ja, vitamine voor mijn lichaam, hè. Ga je nu net iets bestellen? Ja, ik heb kokos bestaan met alcohol. Oh, alcohol zit er niet zoveel vitamine in, volgens mij. Maar kokos wel. En de alcohol is om relaxed te blijven. Hoe is het in het water? Ja, het is heerlijk water. Het is goed op temperatuur hoor. Ben je helemaal verkoeld nu? Ben je nu helemaal verkoeld? Ja, een beetje in de buurt van mijn kruis wel. Het is wel afgekoeld. Heb je ook een foto bijgenomen of niet? Nee, ik werk hier zelf. Dus ik zit hier reclame voor het bad te maken, weet je wel. Everything you do.
Everything you do. Everything you do. Everything you do. Everything you do. Everything you do. Dit is Bonobo. En die hebben net gespeeld. En hoe vond je zelf dat je optreden ging? Ja, waanzinnig. En hoe vond je nu om op te treden in Dance Valley? Ja, is leuk. Dance Valley is vooral een festival met heel veel house dingen. Met heel veel trance en techno tenten. En ja, ik vind het leuk om zeg maar, te kunnen meewerken aan ook een andere sound hier of zo. Hey Frankie, hoe gaat het hier? Oké, ik kom net binnen. Het ziet er waanzinnig uit. Dus ik heb er wel zin in. Welke tent draai jij? Ik draai in de Melkweg tent. De Melkweg tent. Milky Way. En ik ga alleen maar dub draaien. Dus eigenlijk sinds jaren dat ik dat weer doe. En eigenlijk ben ik begonnen met dub draaien. Zo ben ik begonnen als DJ eigenlijk. Alleen maar dub reggae. Dus ik hoorde dat de Melkweg een dub tent ging neerzetten. Daar heb ik me gelijk gebeld van laat maar ook een uurtje draaien. Nou, stop. In Nederland? Ja. Wat doe jij hier met je kindje? Ik kom hier gewoon feesten. Ja. Hoe oud is Nijf en zij? Zij, 7 weken. Maar kan je dan nog zelf dansen met haar of ben je ook met je man? Nee, ja, we zijn met de hele groep en we wisselen elkaar steeds af. Ja, het is wel mijn kind. Ja. Is het je tweede dans, wel de derde of niet? Tweede. Ja, verleden jaar was het zo leuk en nou moest ze gewoon mee. Het is lekker overdag. Hi, so where are you from? Chile, South America. And why did you come here? I am doing several reports in music festivals like Berlin, the Love Parade and the Dance Valley also. Ik werk hier achter de smartbar. Oh fijn, dat moet heel veel over weten. Ik wou net gaan vragen, wat verkopen jullie allemaal? We verkopen eigenlijk van alles. We kopen kauwgom, lollies, aanstekers, maar dan ook de energizers. Yeah. Dus allemaal op natuurlijke basis, de natuurlijke ecstasy's. Yeah. En gewoon van die kleine drankjes die je gewoon een lekkere kick geven. En wordt een beetje verkocht allemaal vandaag? Ja, het loopt hartstikke lekker. Iedereen gaat herbal. Nou, het is wel waar. Er zijn gewoon steeds meer mensen die toch zoiets hebben van chemisch en toch wel slecht. En dat je toch een beetje die hele scene krijgt. En iedereen krijgt eigenlijk wel een beetje genoeg van. Yeah. En dit is gewoon een hele leuke manier om te doen in plaats van de chemische. Want je voelt je er gewoon heel lekker bij. Het is gewoon niet slecht voor je. Geen katers. En dankjewel voor het interview. Heel graag gedaan. Doei.
zie jij een festival als Dance Valley? Unieke gebeurtenis in Nederland. Zoals Paul J. 2 jaar geleden zei, dat vond ik heel grappig. People crawling out of the dark for the first time. En het is wel grappig, want zo'n festival wat om 10 uur 's morgens begint en 's avonds om 11 uur eindigt, is ja, uniek. En met dit weer natuurlijk helemaal te gek. Volgens mij kan je hier ook eten. Het zijn hamburgers. Hele erge hamburgers. Hey! Ik ben op de Dance Valley en het is hartstikke leuk op de Dance Valley. Gelukkig. Van welke televisie ben jij? Voor Dance Valley video. Oh, dat vind ik heel tof. Ik ben dit jaar voor het eerst op Dance Valley. Vorig jaar is het door mijn neus geboord. Maar nu ben ik er. En nu ben ik er vanaf nu ieder jaar. Zo hoor je het maar net. Alright. Hi, doei. Heel lekker. Heel gezond ook.
Advent. Well, as we step into the final stage on the main stage, it's our privilege and our pleasure to introduce back to Dance Valley the man they call the Carl Cox in the place, place, place. En dit is nu het einde van Dance Valley. De laatste mensen staan hier nog. En het is nu allemaal afgelopen. Jammer genoeg. En nu wacht het op nummer 4. Yeah, I'd like to say good night. God bless. Thank you very much. Thank you.